Nou, ik ben Angela Horsten, directeur van basisschool Klinkers. De visie van onze school is dat wij belangrijk vinden om betekenisvol onderwijs te verzorgen binnen een contextuele samenhang. Dus wij willen zoveel mogelijk vakgebieden integreren. En taal was eigenlijk een van de vakgebieden waarbij die behoefte het grootst was. Je bent de hele dag met taal bezig. En onze aanvankelijk leesmethode die we toentertijd gebruikten, Leeshuis, vonden we niet betekenisvol genoeg voor de kinderen. En van daaruit zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar een werkwijze waarbinnen onze kernconcepten, de thema's waarbinnen wij werken, konden verbinden met het vakgebied taal. Nou, als je kijkt naar de geïntegreerde taalaanpak, dan krijg je eigenlijk heel makkelijk de vraag van, maar wat betekent dat nu eigenlijk voor de leerkracht? En ja, het antwoord is daarin relatief eenvoudig, veel. Want de leerkracht die moet goed op de hoogte zijn van de leerlijnen. Die moet heel goed weten hebben van wat moeten mijn kinderen in deze periode eigenlijk allemaal leren. Ieder kind leert anders, dus die leert ook niet alles op hetzelfde moment. Maar je hebt wel een globale lijn van waar je uit wilt gaan. En daarnaast creëert de leerkracht ook zelf het leerarrangement naar de kinderen toe. Iedere keer hebben we een periode van 6 weken waarbinnen we werken aan een kernconcept. Op dit moment is dat het kernconcept binding. En de leerkrachten integreren eigenlijk de doelen in de activiteiten die passen binnen het kernconcept binding. Bij ons op school staat het kind centraal en dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar best lastig om te realiseren. Maar hoe zien wij dat dan als school? En dat wil zeggen dat wij het belangrijk vinden dat kinderen betrokken zijn, dat ze gemotiveerd zijn. Dat ze deel uitmaken van het onderwijsproces. Daar ook een stukje regie in mogen hebben. Wij blijven wel zeggen van de leerkracht is degene die natuurlijk de meeste know-how heeft. Die heeft de meeste kennis van de leerlijnen. Maar de rol van het kind is dat hij meer initiatief neemt, een vragende rol krijgt, maar ook juist op zoek gaat naar antwoorden. En vooral niet de nieuwsgierige houding afleert. In de onderbouw, met name in unit 1, vinden wij het ook belangrijk om met taal bezig te zijn. Met name de wat oudere kinderen, die zijn vaak al wat meer geprikkeld om ook met letters bezig te zijn. Wij blijven daarin de houding hebben dat we wel uitgaan van het kind. Wat wil het kind? Is het kind er rijp voor? Maar aan de andere kant, als je merkt dat een kind een bepaalde leeftijd bereikt, wil je natuurlijk ook wel aan bepaalde doelen gaan werken. Waarbij we wel heel eerlijk zeggen dat het geen zin heeft om eraan te gaan trekken. Het kind moet wel ook een bepaald rijpingsproces doorlopen. Maar door geletterdheid te integreren in unit 1, dus vooral veel met taal en met letters bezig te zijn, zien kinderen dat veel meer als een vanzelfsprekendheid en minder als een opgelegd geheel. En kijken we met name ook naar de functionaliteit. En spel is daar een heel mooi item voor. Bij binding zijn ze bezig met feest. Nou, feest bindt, maakt kinderen enthousiast en betrokken. En de kinderen gaan uitnodigingen maken voor een feestje, voor een uitnodiging. Omdat zij heel graag willen dat anderen daarbij betrokken zijn en dat ze weten wat de bedoeling is. De kinderen hebben dan een drive om bezig te zijn met taal. Hebben daar een bedoeling mee. En dan zie je vaak ook dat het resultaat gewoon veel meer uit de verf komt. Als je kijkt naar de wijze waarop we de taalaanpak geïntegreerd hebben, krijg je eigenlijk ook meteen de vraag van, hoe doe je dat nou? Hoe houd je daar nu eigenlijk zicht op? Leerkrachten werken bij ons met de één zorgroute. En creëren aan de hand van resultaten via de CITO-LOVS-toetsen en de observaties en alle andere benodigdheden die ze daarbij kunnen gebruiken, maken zij groepsoverzichten en een groepsplan waarin ze voor een aantal maanden vooruit gaan kijken van wat heeft dit kind nu nodig? Want je wil natuurlijk met alle kinderen naar een bepaald doel toewerken en het is belangrijk dat de leerkracht dat ook doelgericht doet. Niet van het is fijn als we daar ongeveer uitkomen, maar als ik deze interventies de komende tijd met dit kind doe, waar kom ik dan uit? Na afgelopen april hebben wij de inspecteur voor het eerst op bezoek gehad na bijna 5 jaar Klinkers.
Dat was voor ons een spannend moment, maar eigenlijk ook wel een moment waar we heel veel zin in hadden. Om gewoon een soort meterstand te krijgen van hoe vind je nu eigenlijk dat wij bezig zijn. Voor ons was het een bevestiging in wat we gelukkig zelf al wisten, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Waar zitten eventueel je zwarte, of in ieder geval je witte vlekken? Waar moet je als school nog extra aan werken? We hebben voor onszelf ook een kwaliteitssysteem opgezet om zaken te monitoren en te borgen. Ja, dat werd door de inspecteur gewoon als heel positief gezien. En de dialoog was heel constructief. De inspecteur die snapte heel goed wat wij met de kinderen willen. En die vinden dat eigenlijk ook prima, als je maar aan de voorwaarden voldoet. Dus in die zin is het mijn oproep eigenlijk aan iedere vernieuwende school. Van je kunt echt vernieuwend werken met kinderen als je binnen bepaalde kaders blijft.